Lars van Sloen, aardige overwinning op Nijmegen. Hele aardige overwinning. Jammer van het weekend dat we geen 6 punten hebben. Een beetje een domper, maar wel fijn om thuis te winnen op Nijmegen. Ja, laten we eens even teruggaan naar gisteravond. Wat gebeurde daar? Het komt heel snel met 4-0 of 3-0 achter. En je speelde eigenlijk een hele wedstrijd tegen jezelf. En dat hebben we een keer aan Zoetermeer al gehad. En nu de tweede keer hebben we een Mechelen gehad. Dat moet er gewoon uit. Het is veel te wisselvallig. En dat willen we echt om de prijzen dit jaar gaan, moet dat gewoon echt stoppen. Ja, maar scoren jullie daar niet? Of hebben jullie daar geen kansen? Of? Nou, we hebben kansen genoeg. Alleen, we zijn gewoon niet klaar voor de wedstrijd. Als je met 4-1 achter staat na 15 minuten, dan ga je gewoon niet goed de wedstrijd in. Dat moeten we gewoon veranderen. Dan moeten we daar hebben we het gisteren al over gesproken na de wedstrijd. Maar daar moeten we zeker deze week en de volgende week goed over praten. Dat als we de tweede wedstrijd van Heerenveen spelen en we hebben hier thuis al gewonnen, dat we daar een goed resultaat neerzetten. Ja, want zo laten jullie onnodig punten liggen, hè? Ja, dat is gewoon zuur. Weet je, je wint van Nijmegen, maar ik heb er niet veel aan. Want je hebt gisteren 3 hele dure punten laten liggen. Nou, je pakt het wel goed op vanavond tegen Nijmegen. Vanaf de eerste minuut volop eraan. Ja, maar ik vind ons thuis altijd wel goed spelen. Weet je, thuis hebben we toch het publiek erachter. Dus we werken allemaal net een takje harder. Alleen dat moet gewoon ook in uitwedstrijden. En als je dat voor elkaar krijgt, dan kunnen we nog heel ver komen dit jaar. Een paar kilometer hier verderop is ook zo'n club, Fortuna. Die doen alleen maar thuis. Ja, weet je, maar hun hebben een ander motto, hè? Of een ander doel. Hun willen graag erin blijven. Maar ik wil niet ijzig voor erin te blijven. Ik wil graag dit jaar ook prijzen winnen. Ja, maar als je prijzen wilt winnen, dan moet je constanter spelen, wil je zeggen. Ja, dan moet je niet zo'n punt laten liggen in Zoetermeer en Mechelen. En dat, weet je, dat gaat me nu niet zozeer om de punten, want uiteindelijk ga je wel play-offs spelen. Alleen je moet gewoon laten zien dat je een team bent waar iedereen bang voor moet zijn. En als jij uit een heel ander team bent dan thuis, ja, dan heb je niet het respect wat we graag willen van andere teams. Wat vandaag niet lukte, was, ja, jullie hadden zoveel kansen, hè? Het had eigenlijk dubbele cijfers moeten zijn. Ja, dat zijn ook dingen waar we aan moeten werken. Weet je? Je staat maar met 5-2 voor, maar hun komen nog tot 5-4 terug, 5 minuten voor tijd. En dat zijn net die kleine dingen, dat mag niet. Hè? We hebben vorig jaar ook tegen Herentals gezien, een paar keer. Waar je de wedstrijd nog weggeeft. En dan moeten we een stuk volwassener, zakelijker worden eigenlijk. Nog geen spijt ervan dat je toch bent doorgegaan dit seizoen? Nee, het was een roerige tijd, maar dat hoort er ook bij. Weet je, het is leuk met z'n allen in het team. En het kan niet alleen maar goed gaan. Soms is het ook wel eens goed om een keer ruzie met elkaar te hebben of eventjes in een diep balletje te zitten om daar weer uit te klimmen. Daar word je alleen maar sterk van.